Siem! Simon, kom boven. Ken nou even niet, ja? Kom boven, zeg ik. De kielemaat zijn net begonnen. Ik heb je nodig. Het is de VARA hoor, is muziek voor de werkende klasse. Klasse? Noem dat maar klasse, jij daar beneden door de poep kruipen. Ah ja, heb je poep en poeper. De ene drol is echt de andere niet hoor. We zitten ook in de riool onder het stadhuis hoor. Eet smakelijk. Dank je wel. Simon, ik ben helemaal niet blij met jou. Tom. Waarom ga jij niet met zus mee naar het huwelijksfeest van je zwager? Ga je eruit? Gaat een beetje 3 snipperdagen opnemen. Om in Drenthe tussen de geruzie van die Ans en Henk te gaan zitten. Wat nou geruzie? Die 2 vechten elkaar de hele dag de tent uit. En ze zijn 12,5 jaar getrouwd. Ja, met hindernissen. Vergeleken met dat huwelijk was een slag bij Arnhem een gezellig dagje naar de Veluwe. Ja, maar nou gaat Nel met hem mee, man. Spekkoper. Spekkoper, ik moet 3 dagen voor mijn eigen eten zorgen. Moet jij je eigen eten klaarmaken en je kan nog geen water koken. Nou ja, ze heeft zo'n grote pan macaroni gemaakt, maar dan zit ik elke avond met zo'n opgewarmd kliekie. Wat dacht je dan van mij? Moet 3 dagen onder broodpap. Ja, dat is je eigen schuld dat je maar mee moet gaan naar Drenthe. Nou ja. Alles liever dan in emmer compascuum tussen de nacht van de lange messen. Die zwager van mij die slaapt met een luger onder zijn kussen. Zo, lekkere familie heb jij. Hé, hey, wacht eens even. Zo, een tientje. Ik zit vanavond goed. Ga ik lekker eten bij Klein Peking. En ik dan? Ja, ik laat jou toch zeker niet in de steek. Ik neem jou toch zeker mee. Simon, jij bent niet alleen een goede buur, maar ook een verre vriend. Maar dan mag ik je boterhammen. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Nel, ik heb hem maar voor. Oh, laat eens kijken. Meid, wat heb je dat mooi gedaan. En zo toepasselijk, hè? Ja, ik had misschien beter gij zult niet doden kunnen maken, maar vond ik niet zo feestelijk. Nee, dat die Henk en Ans het nou al 12,5 jaar met elkaar uithouden. Ja, zij wel, maar van zijn vies is niet veel meer over. Zeg, had jij nog ergens cadeaupapier? Ja, in de bovenste la. Zal ik ondertussen even de klok nog opwinden? Maar we moeten wel opschieten, hoor. Want de trein die vertrekt maar 7:15. Ja, maar dit moet ook gebeuren. Dit moet om de 2 dagen en dat vergeet Jaap natuurlijk. Vindt hij het nog steeds zo erg dat je meegaat? Zeker. Maar ik heb een heerlijke pan macaroni voor hem klaarstaan. Dus hij zal zeker niet van de honger omkomen. Nou, Siemens ook alles behalve enthousiast. Die wilde geld om buiten de deur te eten. Ik zeg, van mij krijg je geen cent. Mijn mannen moeten maar eens leren voor zichzelf te zorgen. Dat is nou zo gek van Ans en Henk. Hè? Ze slaan elkaar wel bont en blauw, maar hij helpt haar wel met de afwas. Vind je het gek? Ze hebben geen servies meer over. Zo, dames. Wereldreizigsters. Globetrotsters. Hi, Jaap. Gepakt en gezakt, zie ik. De karavaan kan vertrekken. Ja, Jaap, alles staat klaar, hoor, in de keuken. Denk je dat je je wel zult redden die 3 dagen? Wel, ja, ik heb al voor hetere vuren gestaan. Macaroni, het is nog niet zo erg als tulpenbollen. Jappie. Zijn jullie nog niet weg? Ik dacht dat jij het zo vervelend vond om 3 dagen voor jezelf te zorgen. Wel, ik red me wel, hoor. Ja, dat hebben we al lang afgesproken. Elke ochtend saampies boven aan de broodpap en s'avonds beneden hier aan de macaroni. Ik ben blij dat te horen. We moeten gaan, hoor, anders missen we de trein. Ja, mij ook. Ja. Doet de groet aan de conducteur. Ja, hey. Ja, staat in de keuken. Ja. Het licht uit als je weggaat. Kijk eens, kom eens. Hey, heb lekker droog. Lekker fris. Moet er morgen mijn boterhammen weer in. Geld steekt niet, hoor. Opschieten, ja, opschieten. Ik sterf om.
van de honger. Ik neem voor mijn eigen alleen een rijsttafel voor 4 personen. Hallo, en ik dan? Je hebt maar een tientje, hoor. Neem maar voor jou lekker een dubbele portie kroephoek. Lekkere jongen ben jij. Zo kan ik ook trakteren. Maar Jaap, dat doe ik niet expres, man. Weet ik veel dat ik bij de afhaalprijzen zit te kijken? Weet ik veel dat dat veel goedkoper is? Ik had nog een knaakzakgeld. Ik heb nog een kwartje over. Ja, maar voor 12,25 heb je wel heel erg lekker zitten eten. En er was een tientje van mij bij. Dat was gevonden geld, stokvis. Daar heb jij niks voor hoeven doen. Ik heb bij moeten passen van mijn zakgeld. En daar heb ik keihard van moeten werken. Het is schandalig dat als je het afhaalt, dat het dan goedkoper is. Dat is toch logisch, Simon? Dan sparen ze toch een Chinees uit die het voor je neer moet zetten. Jacobus, wacht eens even. Ik krijg een fantastisch idee. Wij beginnen zelf een Chinees restaurant. Hè? Ja, die meiden die zitten 3 dagen in Drenthe. Wij schuiven hier de tafel uit, hangen een lampionnetje op en spijkeren een bord op de deur met nieuw Klein Peking. Hoe komen we dan aan het eten? Bij oud Klein Peking. Hè? Ja, afhaal is toch goedkoper, Jaap? En dan serveren we het hier al uit tegen restaurantprijzen. Aan wie? Aan onze gasten natuurlijk. En jouw collega's. Mijn collega's? Ja, bij mij in de Rio hoef ik met Chinees niet aan te komen. Die gasten weten veel te goed wat er allemaal in zit. En jij dan? Ja, mij moet je niet rekenen. Ik ben dat eten van zus gewend. Sim, nieuw Klein Peking. Goed idee. Maar hoe komen wij aan geld om dat eten te halen? Dat is waar. We hebben natuurlijk weer geen startkapitaal. Helaas, nieuw Klein Peking zal het levenslicht nooit aanschouwen. Simon Stokvis, wat ben jij toch een slappeling. Heb je eindelijk een keer een goed idee, laat je het gelijk weer vallen. Neem een voorbeeld aan de grote figuur uit de vaderlandse geschiedenis, dat doe ik ook altijd. Neem Jan van Schaffelaar. Als hij in de tijd in Barneveld niet van die toren was gesprongen, dan stond hij er nou nog op. Neem prins Hendrik. Als die zijn hele leven gezellig bij Wilhelmina was blijven zitten, hadden we nou nooit zoveel Nederlanders gehad. Neem Antonie Fokker. Als die met 2 benen op de grond was blijven staan, hadden we nou niet zo'n bloeiende vliegtuigindustrie. Allemaal mensen die trouw bleven aan hun grootste ideeën. Neem daar een voorbeeld aan. Dat is waar, ja. Simon, startkapitaal, hoe kopen we aan geld? Bedenk iets. Rustig maar, Jacobus, ik ben bezig hoor. De raderen draaien. Ja. Wij gaan er gewoon naar Oud Klein Peking en laten alles opschrijven. Dat gaat toch niet, Simon? Als ik hier straks zit met een overvolle zaak, kan ik toch niet voor 30, 40 op de nasi op laten schrijven? Dat doen ze toch niet? Zij Chinezen. Of je beleent je kegelbal. Doe het even lekker zelf. Ja, hallo, het is toch jouw zaak hier, hoor? Simon. Alleen gewoon die klok. Hallo, ja, de kent hem niet. Dat ding is van Nel. Die hebben er zelf gegeven. Dat merkt ze toch niet, Simon? Die zaak, dat wordt natuurlijk een goudmijn. Nieuw Klein Peking gaat lopen als een trein. We verdienen geld als water. Haal ik hem overmorgen toch weer terug? Grandioos, ja, natuurlijk. Natuurlijk, want zijn wij toch een briljant zakenduo. Ah, Simon, laten we alles eens even op papier zetten. Dat is heel verstandig. Heel verstandig. Jacobus Keumann. Jij gaat de geschiedenis in als de Jan van Schaffelaar van de Chinese keuken. Dat dacht ik ook. Ja. Ik zie jou hier nog wel eens van het dak springen. Ja. Jappie. Hé, hey, mannen. Kijk eens even. Wat ik hier voor jullie heb. Hey, lekker Jaap, Chinees. Favoriete eten van mijn hospita. Nou, dan neem je die toch gezellig mee. Wat is dat dan, Jaap, dat nieuw Klein Peking? Dat is bij mij thuis in Oranjeboomstraat. Oh, is het weer zo laat?
Meneer heeft weer eens een grandioos idee. Ja, inderdaad, ja. Een grandioos, grandioos idee. Ga jij bij je eigen thuis een Chinees restaurant beginnen? Ja. Mijn vrouw is er 3 dagen naar Drenthe met zus en Sim. En nou is mijn Chinese neef uit Hongkong is toevallig over. En die gaat een paar avondjes bij mij in de keuken staan. Maar als jij een Chinese neef hebt, dan heb ik een Eskimose nicht. Oh ja? Daar heb je hem toevallig, mijn neef Ting. Hong Chang Wang. Hij zegt goedemiddag, Hong Chang Wang. Hong Chang Wang. Bang. Hij zegt goed, goed, zegt hij. Deng Yi Xiaoping. Ja, ik heb ze al verteld dat je vanavond bij mij op de Oranjeboomstraat die nieuw klein Peking een lekkere rijsttafel voor ze komt koken. Bang, bang. Goed zo, zegt hij. Li Peng, Chiang Kai-shek. Hij hoopt dat jullie er vanavond om 7 uur allemaal zijn. Nou ja, ik zie er wel wat in. Ik kom. Neem ik mijn hospitaal ook mee. Heel goed, Henkie. En jij, Kareltje? Ja, het spijt me, Jaap. Greet loopt weer op alle dag. En dan denk ik niet dat het verstandig is om heet te eten. Juist wel. Dat is goed als je zwanger bent. Waarom denk je dat er zoveel Chinezen zijn? Pang lang ping pong. Pang pong. Baby pangang. Zie je wel? Hij zegt dat het juist goed is. Ja, dat kan wel wezen, ja, maar dan moet Greet wel bij jou helemaal die trap op. Joh, een beetje beweging kent toch geen kwaad? Wat doet dat nou, Karel? Oosterse gastvrijheid. Je kunt die mensen niet voor het hoofd stoten. Nou, vooruit dan maar. Heel verstandig. Dan heb die Greet van jou ook eens een uitje, hè? En voor de prijzen hoeven jullie het ook niet te laten. Want wij van Nieuw Klein Peking zijn net zo duur als Oud Klein Peking. En daar staat de mof in de keuken. De mof? Ja, ha, ha. Heb je dan nooit een satéetje geproefd? Nou, dat is je reinste braadworst. Blaadworst? Ho Chi Minh. Nou, je hoort het, hè? Daar moet hij niks van hebben, hè? Wing Tang Mang Teng Yu. Simon de Wit. Ja, Simon de Wit. Daar moet hij nog even naartoe om een paar boodschappies te doen. Hong Chang Wang. Hong Chang Wang. Hong Chang Wang. Nou, wat heb ik je gezegd? Is dat een Chinezen of niet? Opschieten, Jaap moet de tafel dekken. Wat heb jij nou? Behang. Hé? Bij de Chinees leggen toch altijd papier op tafel? Oh ja. Hé? Zo. Jaap, hoeveel komen erna? 4. Ja, die andere jongens wouden me niet geloven, maar... Moet jij eens opletten, dit gaat als een lopend vuurtje door Zuid. Morgen is het hier afgeladen. Simon, was dat dan wel een goed idee? In plaats van de kilimaanwaaiend. Natuurlijk, je koopt het voor de Chinese sfeer. Volk! Hey, kom verder, kom verder, kom verder, kom verder. Welkom in Nieuw Klein Peking. Goedenavond. Goedenavond. Hong Chang Wong. Hij zegt goedenavond, Hong Chang Wong. Hong Chang Wong. Allemaal lekker zitten en jij Ting naar de keuken. Kitchen, kitchen. Ah, kitchen, kitchen. Zo, ik zal je jas even aanpakken. Ja, wel. Nou, dat ziet er weer prima uit, Jaap. En jij Greet, lekker kussentje in je rug, hè? Dat is ook lekker voor de kleine. Ja, ze loopt op alle dag. Ze loopt op alle dag. Ja, het is zeker een mooie dag. Ze hoort niet zo goed. Oh, nou, dat is prettig voor jou ook, Henkie, hè? Kan je eens een keertje lekker dronken thuiskomen? Ja, meid, zeg, geef mij maar vast een biertje. Nou, de drankvergunning is nog niet afgekomen, maar ik heb wel Exota. Allemaal een glaasje. Wat geldt nou, Simon? Tuurlijk, ja. Vooruit, als de wieden weer gaan naar de Chinezen en 4 porties nasi, zeggen we gewoon dat het rijsttafel is. Hong Chang Wong. Ja. Nou, hij is begonnen, hoor. Wat blijft de Exota? Vergeet ik helemaal. 4 Exota. 4. Thank you.
Zal ik nog eens even bijschenken? Wat duurt dat lang, joh, Jaap? Hij is nou een half uur bezig. Gaat toch altijd heel vlug bij een Chinees? Ja, bij die namaak Chinezen. Die hebben alles kant en klaar staan. Bij ons niet. Bij ons is alles vers. Is hij van de pers? Ja, hij zegt, bij hun is alles vers. Ik heb anders nog niks gezien. Ja, ik zal eens even gaan kijken hoe ver of dat die is. Nou, Ting. Dat schiet al lekker op. Want dan zing van Fuyong Hai. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Nou, mensen, dat wordt me een rijsttafeltje. Tegen dat jullie dat op hebben, zetten ze in China de vuilnisbakken buiten. Hou je er wel rekening mee, Jaap, dat Greet op alle dag loopt? Maak je geen zorgen, Greet. In het uiterste geval zetten we er gewoon een kinderportie bij. Lekker pand, zeg. Is dat dan wat? Oh. Hong Chang Wong, mevrouw. Heb je misschien een tijltje water? Dan kan ik mijn band even plakken. Ma, staat hier een Chinees voor een tijltje water? Bang. Zo, het allerlaatste kaartje alweer. Wat vliegt de tijd toch, hè, als het zo gezellig is. Ja. Ja. Een stad in China met een P. Peking! Heel goed, Astenblaf. Hoi, ik heb ze allemaal. Ja. Nog een rondje. Nou ja, je weet niks van mij, maar ik zou nou toch zo zachtjes aan wel eens wat lusten. Nou, anders ik wel. Het lijkt wel of die neef van jou het in Peking is gaan halen. Hekkie, altijd humor, hè? Ik zal eens even gaan kijken. Hij zal zo zachtjes aan wel klaar zijn. Nog een keer een plaatje van de Kilima Hawaiians. Wat zegt hij? Of hij nog een keer de Kilima's wil horen. Nee, dank je. Daar word ik hartstikke doof van. Zo, Ting. Dat schiet al lekker op, zeg. Want dan hangt van Ting van. Waar blijf jij nou? Lekker band, ja, maar niks in de hand. Ik heb alles bij me. Simon, het is steenkoud. Even opwarmen. Nou, dat duurt toch veel te lang. Ze zit al een uur te wachten. Weet je wat? Sambal. Wat? Hé, sambal, daar wordt het toch heet van? Oh ja. Zo. Prima. Ja, perfect. Ja. Zo. Daar is het eten al. Nou, ja, dat ziet er goed uit. Pim pam pet. Insgelijk. Ja. Beetje koud, ja. Wel, nee, dat lijkt me zo. Smakelijk eten. Smakelijk eten. En toen dachten wij, als wij hier 3 dagen de Chinees restaurant hebben, dan zijn we binnen. En we hadden natuurlijk geen startkapitaal, dus toen hebben we even jouw klok beleend, Nel. Mijn klok beleend? Zijn jullie helemaal gek geworden? Die hadden we toch weer teruggehaald van de winst. Ja, jullie zouden toch 3 dagen wegblijven? Ja, maar Henk en Ans, die maakten vanmorgen zo'n ruzie. Die zaten elkaar met een bijl achterna. Ja, Kooiman, van alle stomme streken die jij hebt uitgehaald, spant deze wel de kroon. Inderdaad, Nel. Ik zeg dat tegen hem. Ik zeg, Jaap, zou je het nou wel doen? Eruit. Mopsjes. Eruit. Gaan wij lekker naar Oud-Klein-Peking. Eruit!
Ik ben nou eenmaal een bevlogen man, Nel. Die mensen bestaan, de geschiedenisboeken staan er vol van. Jan van Schaffelaar, Prins Hendrik, Anthony Fokker. Mensen die trouw bleven aan hun grootste ideeën. Jaap Kooijman hoort in dat rijtje thuis. Nou, jij hoort meer thuis in het rijtje van de Titanic. Chuang Lai. Chuang Lai? Het spijt mij. Hoe kom je aan die klok? Gerollen. Tegen mijn kegelbal. Simon, lief van je. Inderdaad, nou. Wentang, Yupang. Wentang, Yupang? Ik ben een hele goeie gozer. Simon. Yang Tseki Yang. Je bent het einde.